Dinsdag 12 uur. We zijn weer live bij Koza. Kijk, Roxy is daar. En Toeke zit weer lekker in het bankje. Lekker in de zon. Lekker in de zon. En Anneke heeft is er klaar voor. Alles weer voorbereid en is er helemaal klaar voor. Ja. Alles staat klaar. Kijk, al haar bakjes en mandjes en oftewel de stappen die ze gaat zetten. De yes. Camera gaat zo in de houder. En ik laat jullie nog heel even zien wat er gisteren is binnengekomen. Namelijk de nieuwe collectie van Pronti bij Jolanda. Erg gave stencils. Anneke zag ze liggen en die zei, oh, die ga ik allemaal meenemen. Want daar kan ik hele leuke dingen mee doen. We hebben ook de puzzelstukken van Crealis binnengekregen. En wat erg leuke chipboard dingen van Pronti van by Jolanda. En ook nog recent zijn hele leuke stempeltjes van, hoe heet ze nou? Nelly Snelle, Nelly's Choice. Met erg leuke teksten. Die je eigenlijk voor van alles kunt gebruiken. Deze bijvoorbeeld. Oh, hier staan ze allemaal achterop. Nou, kijk maar even in de webshop. Ze staan onder nieuw. En hier nog iets leuks van Marleen. Nou, de meiden hebben dit gisteren allemaal verwerkt. Dus alles staat al in de webshop nogmaals. Anneke is er klaar voor. Ik ga jullie In de houder doen. Anneke, kun jij nog heel even aan de kant? Want ik moet er nog even bij. Oh ja. Dat is wel handig, hè? Oh, en dan krijg je nog anderhalve meter. Hè? Heel even een shotje van mezelf. Ook altijd gezellig. En het goede nieuws is dat ik me sinds een paar dagen eigenlijk best heel goed voel. Dus nu hoop ik dat het zo blijft. Want dan kan het alleen maar beter gaan. Nou, dat was even heel goed nieuws voor vandaag. Ja. Dus, nou, daar gaan we. Ik draai jullie weer om. Hoppakee. 1, 2. Even in de houder klikken. Nou. Ik zeg, dat is weer helemaal strak. Ik leg hem iets hoger, Anneke. Zo. Dan blijf je netjes in beeld. Dat denk jij. Als jij boven de groene mat blijft. Oké. Even kijken hoor. Ik zal nog heel even. Oké, als jij boven de, zeg maar dit. De rasters aan de bovenkant. Je hebt wel breedte. Maar dit is je hoogte ongeveer. Oké. Nou. En als je buiten beeld gaat. Dan horen we het wel. Goed. We gaan beginnen. Ik heb dit keer met deze stanza gewerkt van Koza. Dat is Boys Will Be Boys van Margreet is dat geloof ik. Ja. En de cijfers is bij Monique. En de chicken wire is bij Mia. En voor een achtergrond ga ik ook deze twee stempels gebruiken. Ik had mezelf twee verbeterpuntjes gegeven. En dat is dat ik in beeld blijf. En dat is dat ik niet langer dan 3 kwartier aan het woord mag zijn. Nou. Maar goed, ik heb daar een souffleuse en die trekt wel aan de bel. Deze had ik gemaakt. Oh, die ben ik vergeten te pakken. Maar die heb ik hier wel, de embossing folder van Max. De iron plate. De iron plate. Ik weet niet of je hem zo een beetje ziet. Maar goed, daar ga ik dus mee werken. En deze had ik dus gemaakt met die embossingmaal van Ironplate van Max. Ik heb hem verder nog niet laten zien op Koza Creatief. Omdat een aantal van jullie hadden gevraagd, ik voel een live aankomen. Of dat is wel wat voor een live. Nou, dat gaat nu gebeuren. Ik ga deze maken voor jullie. Ik begin met mijn hij heet Christmas nog wat, maar ik vind dat je hem het hele jaar door kan gebruiken. En dat heb ik gedaan op een stukje kaart. Even een liniaal.
Ik zet ook alles op mijn blog na die tijd. Maar dan weten jullie het nu vast. Hij is 18,5 bij 10 centimeter. Dus die leg ik in mijn stempeltool. Ik zet deze hierop. En daar moet die komen. Even een beetje van dat, ik ben de naam kwijt, maar dat ik geen poeder krijg waar ik het niet hebben wil. Antistatische poeder. Antistatische poeder. Heel handig vind ik. Ook als je per ongeluk vette vingers hebt. Dat heb ik ook wel eens. En dan krijg je dus een vlek. Die ga ik, ik ga hem even draaien. Is makkelijker. Die ga ik met de VersaMark helemaal deppen. Dekseltje erop. Deze iets lager. En dan maak ik mijn afdruk. En dat gaat dus niet, want ik zie dat ik hem op rubber heb staan. We kijken wat er van komt. Oh, er zit wel wat op. Het is gelukkig maar een achtergrond. Het is natuurlijk wel jammer. Dus een beetje harder duwen, misschien werkt dat. Ik doe het ermee. Hij wil hier aan de rand niet, maar dat is logisch. Want daar komt hij gewoon echt niet lager. Terwijl als ik middenop druk, dan zit er een beetje vering in. Leg even duidelijk uit wat je hoopt moeten doen. Ja. Oké. Okay. Deze stamping tool, die heeft dus een kant voor rubberen stempels. En daar heb ik hem dus nu ingedaan, terwijl het geen rubberen stempel is. Ik had hem moeten omdraaien en weer opnieuw hierin doen. En hem op clear stamp moeten zetten. Maar goed, je ziet, ook al stempel ik al jaren en heb ik deze vanaf het begin. Ook ik doe, maak fouten. En daar strooi ik wat koper embossingpoeder overheen. Ik laat dit er nu maar een beetje zitten, omdat daar natuurlijk nu door mijn fout geen afdruk is gekomen. Maar hier kan ik het wel laten zien. Kijk, hier is hij gewoon heel goed zichtbaar. En aan de zijkanten. Het is heel weinig, maar het geeft wel wat. En hier heb ik het dus niet gedaan. Dus ik heb inderdaad er maar één keer afgedrukt. Ga ik even lawaai maken. Eigenlijk moet ik hem eerst warm laten worden. Het duurt even, maar dan heb je natuurlijk wel wat. Ik zie een hoop mensen zo doen. Maar dan duurt het ontzettend lang en je vergeet dan ook wel eens stukjes. Vandaar dat ik dus gewoon echt systematisch zo mijn stempelafdruk nagaan.
Nou, zo is die goed. Daar kwam mijn stempelhulp weg. Hebben jullie niet meer nodig? Weet ik niet. Oh. Dan heb ik... Ik heb 3 kantjes al gedaan. Want anders zitten jullie weer te luisteren naar al dat feunen van mij. Dat heb ik gedaan door de peperdistressen te gebruiken. En hem dus zo langs al mijn randjes te gaan. Deze 3 heb ik dus al gedaan. En dat doe ik met de Rocky Road. Ik ben heel groot fan van Rocky Road, van Setapter. Want dit is echt al mijn 2e potje. Dus ik heb al 1 potje helemaal leeg. Dus ik ben blij dat die er nog is. Daarna ga ik dus met hetzelfde stempelkussentje. Of als jullie zo'n dabber hebben, kan dat natuurlijk ook. Ik heb een dabber, maar geen geduld. Want je moet even het of op zijn kop wegzetten, of het even laten lopen naar beneden. En dit vind ik gewoon makkelijk. Mag dus ook best een beetje verder dan de randjes. Dat maakt het ook wat stoer. En daar gaat de poeder over. Niet te hard tikken, want het is zoals jullie zien heel grof embossingpoeder. Er zit zand in en hele kleine stukjes glimdingetjes. Kortom, helemaal leuk spul. Dit gaat terug in mijn potje. En nu ga ik weer even lawaai maken. Mijn embossingfeun is al warm, dus ik kan het gelijk op mijn werk zetten. Kijk, daar komt hij al. Dan zie je dus dat die witte stukjes... Dat vind ik dus juist het leuke hieraan, dat er zoveel in zit. Zo. Die is ook klaar. Dekseltje erop. Dus dit is de basis van dit grote stuk papier. Ik heb de stempel gezet en nu ga ik met dit stukje verder. Daarvoor heb ik op zwart 300 grams papier. Ik vind het gewoon fijn dat is wat dikker. Dat ligt er dan daardoor gewoon mooi bovenop en dat geeft een stoere look eraan. Dus ik heb stickert op zo'n stukje zwart papier geplakt. Ik heb hem door mijn stansmachine gehaald. En dan ziet hij er zo uit. Zo. Maar hij moet niet zo netjes zijn. Dus ik pak een schaar. Want ik wil dus 1 deel hier. Dat zie je hier ook. 1 deel hier. En 1 deel daar. Sommige stukjes zijn eruit. Maar wat erin blijft zitten, laat ik er ook in zitten. Dat geeft gewoon ook weer een extra dimensie eraan. Dus ik ga hem even losknippen. Zo, en dan ga ik kijken als ik die achterkant eraf haal, of er dan wat stukjes achterblijven. En anders wat erin zit, hoort erin. Alleen het beginnetje zoeken is soms een beetje lastig. Maar dit is echt gewoon heel fijn spul, dit stickert. Kijk, dit is een los stukje. Die leg ik even daar neer. Misschien wil ik die nog gebruiken. Ik vind het voordeel om stickert te gebruiken, dat je gewoon nooit ergens lijm eruit ziet komen. Want dan moet je weer een tissue pakken en dat moet je weer wegvegen. Vaak gaat het dan toch iets glimmen. Precies. Zo. Bijna. En het is heel erg sterk. Zeker. Het is echt heel sterk. Ja. En ontzettend dun. Ja, ik ben ook groot fan van stickers. Dat leg ik even hier neer. Nee, ik ga het doen als hij opgeplakt zit. Dus deze plak ik hier.
Die zit vast. Nou, de andere komt daaronder. Linksonder. Zie je wel dat door dit stikje eraf te halen, dat dan gelijk die stukjes ook meegaan. Soms laat ik dat witte maar zitten. Nou ja, hij gaat nu los. Want die houden het namelijk ook, zie je wel, je ziet het hier niet. Die houden namelijk die dingetjes er ook in. En dat wil ik ook graag. Dus die komt hier. Moet wel eens netjes zitten. Zo, even de rommeltjes weg. Dan pak ik mijn wax. Dit is de koper. En dit is de grafiet die nu omgedoopt is naar Graphite Knight. Zeg ik goed? Dat zeg je goed. Het is dus hetzelfde, maar hij zit nu in een setje. Het was eerst een los artikel, zeg maar. En hij hoort nu bij een setje. Dat is Summer's... Twilight heet hij. Oh, Twilight. De serie heet Twilight. Oké. Dus ik neem wat wax. Ik wil ook wel eens, als ik bang ben dat ik te veel heb, even op een papiertje zo beginnen. Nou, dit hebben jullie, hoef ik niet uit te leggen. Hè? Dat heeft Max en Margreet, hebben die dat zo vaak gedaan. En ik wil hem dus niet egaal kopen, hè? Want dat heb ik hier al op de achtergrond. Dus dan valt hij weg. Dus ik neem ook een beetje grafiet. Kijk, dan wordt hij wat doffer. Maar ik ga er niet overal overheen, want dan wordt het ook weer een eenheidsworst. Dus gewoon alleen maar hier en daar. Dit dingetje doe ik ook even. Je kunt ook eerst met zwart beginnen. Een beetje koper erbij. Je zwart er weer overheen. Kijk, dan lijkt het gewoon echt... Ja, ik weet niet hoe dat metaal heet. Maar het maakt hem echt donkerder. Vind ik mooi. Dus dat is de basis waar ik de rest zo meteen allemaal op plak. Volgende mandje. Ik heb nu een stukje papier. Ik zal hem even opmeten. Die is 14,5 bij 7,5. Die heb ik dus in mijn embossingmal gelegd. Zo. Kijk, want ik heb dit rechte stuk hier. En zo dus door mijn... ik haal hem meestal twee keer er doorheen. Omdat dit een dunnere mal is, maak ik mijn papier niet nat. Ik weet niet, doe jij dat altijd per definitie? Nee. Oh, nee, ik ook niet. Dat doe ik alleen bij 3D. Ja. Precies. Dus dat heb ik nu gedaan. Kijk, dit is geëmbost. En dit deel is dus niet geëmbost. Dat vind ik juist het leuke eraan. Dus die ga ik nu ook met wax doen. Wat had ik daarvoor gebruikt? De gele. De Golden Sunrise heb ik daarvoor gebruikt. En ook de grafiet. Dus ik pak weer met mijn vinger... Ik doe dit zeker even op mijn papier als de wax wat dunner is. De ene kleur of de andere kleur, dat maakt nog wel eens verschil. Maar ik wil dit dus zwart houden. Dus dan leg ik altijd even een papiertje zo op. En dan begin ik dus de wax erop te smeren. Ik neem dus echt iedere keer maar heel weinig wax. Liever drie keer eroverheen dan één keer te veel. Ik heb gezelschap van een bromvlieg. Ik draai het even om. Leg die er weer neer.
En als ik zie dat ik bijna geen was meer aan mijn vinger heb, dan druk ik dus wat harder. En dan komt hij dus ook hier erin. Maar dan krijg ik dus niet zo'n hele dikke klodder die blijft hangen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Zo, en dan ga ik hier en daar weer met die grafiet. Die veeg ik niet eerst af, want die is wat dikker. Of moet ik dat zeggen? In ieder geval, dus geen dunne was. Die wil ik dus echt niet bedekken hier. En dan hier nog een stukje. Zo, die gaat hierop komen. Ja. Oh, wat goed voor jou. Ik heb nu inderdaad... Margreet die denkt aan de baby wipes. Had ik niet gedaan. Ik heb wel een hele mooie closetrol hier op haar houder. Maar ja, die is droog. Dus ik ben hier blij mee. Zo, vinger weer schoon. Die weg. Nou wil ik verder gaan. Ik heb hier die twee randjes al gedaan. Maar ik vind het ook gewoon leuk en niet voorspelbaar als ik zeg van nou, ik doe die rand ook, maar die dus juist niet. Het wordt anders allemaal hetzelfde. Daarom vind ik dit ook niet erg, dat het niet helemaal afgedrukt is hier. Het mag, dit is, noem ik grunge. En bij grunge mag gewoon alles. Even kijken. Vooral niet te netjes. Nee. Toch? Zo is het. Even kijken. Nu had ik deze. En dus weer mijn inktje. Deze kant heb ik niet ruw gemaakt. Want dan wordt het ook weer gewoon hetzelfde. Hè? Deze heb ik dus wel ruw gemaakt. En die wil ik gewoon glad laten. Dus ik ga deze kant een beetje doen. Ook een beetje zo erop. Daar strooi ik. Kijk, hier zitten ook... zwarte dingetjes in. Ik heb nu niet zo heel veel. Er zit ook niet zo heel veel in, maar dat geeft niks. Ja, dit vind ik goed. Die gaat weer terug in het potje. En dan ga ik weer lawaai maken. Nou, dat schiet al op. Ik heb hier een gleufje ingemaakt door met mijn mesje en een liniaal een lijn te trekken zo. En dan ietsjes daarboven nog een lijn, want ik heb daar een label in gedaan. Maar we gaan nu eerst even met deze cijfers aan de gang. Die komt dus hierop. Net zoals de chicken wire heb ik dus ook deze stans met cijfers. Heb ik ook eerst stickers op gedaan. Door mijn stansmachine gedaan. En nu is die klaar voor gebruik. Kijk, dan komt hij er heel mooi uit. Hier haal ik dus ook dat achterste laagje eraf. Dat is wel even een dingetje bij zo'n open stans.
Het moet er allemaal af, want anders plakt het niet. Dus het is even een werkje. Nog één stukje. Kijk, dan zijn we er. Ik zie hier nog een stukje. Zoals bij deze kunnen jullie zien dat er een stukje hier zit en een stukje daar zit. Als die stans natuurlijk langer was geweest, dan had ik hem in zijn geel erop geplakt. Maar ik ga dus hier nog dit plaatje van Boys Will Be Boys opdoen. Dus ik heb deze halverwege de 8 onder de 5. Zo. En die komt dus hierop. Zo ongeveer. En de andere. Doe ik hieronder. Als er straks dat plaatje overheen komt, dan lijkt het net voor het oog, zeg maar. Kun je hier zien dat het één stans is. Die heb ik ook met een beetje geel en een beetje koper. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ik vind dit altijd heel rustgevend, dit insmeren. Het is echt spelen. Beetje meer koper. Zo ben ik tevreden. Vinger weer schoon. Nu wil ik er mijn brets in doen. Zie je wel? Aan alle vier de kanten. Dus ik ga even een gaatje prikken. Kijk, dat dit een beetje los is, dat vind ik dus ook niet erg. Zometeen komt dit plaatje hierop. Dus dit valt er toch niet af. Dat is dus crunch. Nu even mijn prikpen er iets verder in, want daar is die ook wat dikker. Uitsteek, zo. Zoals jullie zien heb ik naast dit gleufje heb ik even dubbelzijdig tape gedaan. Dat laat ik er ook gewoon op zitten. Maar het is een stukje stevigheid dat door het erin en eruit halen, dat ik dus niet het uitscheur hier, zeg maar. Want het is maar echt een heel klein stukje. Maar hij zit dus ook een deel over mijn opening heen. Dus die knip ik zo open. Daar nog een klein stukje van af. Dus deze komt zo meteen hierop.
Ik had hem er ook eigenlijk door. Ja, laat ik dat maar doen. Want je ziet het toch niet. Dit gaat natuurlijk wel allemaal weer van mijn tijd af, hè? Ja. Rustig, gewoon rustig blijven. Zo. Even kijken, waar wil ik hem hebben? Ja. Zal ik ze er anders even in doen? Oh, dat mag ook. Moet jij wat anders doen? Ik moet even zeggen dat ik het ga doen, want ze horen mij niet. Margreet stopt zo meteen even de brets voor mij erin. Dus dat geef ik even aan haar. Dan ga ik nu verder met dit labeltje. Ik heb daarvoor een grotere en een iets kleinere gestanst. Die heb ik in mijn embossingfolder gedaan, die ik nu even kwijt ben. Hier is mijn embossingfolder. Daar heb ik dus nu mee gespeeld. Door hem hier, kijk, dit is de bovenkant, hè? Dus zo ligt hij goed om het te embossen. Dus ik heb hem een deel hieronder neergelegd en een deel bij dat gladde. En toen dicht gedaan en toen twee keer door mijn machine. En het hoeft hier niet bij. Daar heb ik ook weer wax op gesmeerd. Ik heb nu maar echt heel weinig gepakt, want het is natuurlijk maar een heel klein stukje. Een beetje zwart erbij. Ik weet het wel, gunmetal zouden ze dit tegen zeggen, maar ik weet niet hoe je in Nederlands dat moet zeggen. Deze uitstraling heeft dat als ik dat zwarte eroverheen doe. Je moet opletten dat je duidelijk blijft praten. Oeh. Duidelijk articuleren heet dat, hè? Ja. Zo. Oh ja, dat moet ik dicht doen, anders droogt het tuutje uit. Die komt hierop. En die gaat zo meteen in dat gleufje. Dus die leg ik hier even neer. Dan heb ik dus deze stans gestanst. Ook weer opstickerd. Maar ik wil er een heel metalen plaatje van maken, zoals ik dat hier heb gedaan. Dus daarvoor moet ik hem eerst op een stukje zwart plakken. En dan snij ik hem of knip ik hem langs de randen weer uit. Dus hier gaat ook dat laagje af. Kijk, deze die werkt tenminste mee. Terwijl ik zou hebben gedacht dat, nou, ik ben te vroeg gejuicht. Ja. Dus die pak ik op een stukje zwart papier. Om er als het ware een soort naamplaatje van te maken. En dan knik ik langs die randjes zo. Langs de O en de B en de S. Want daar loopt het lijntje niet door. Maar dat maakt niet uit. Daar knip ik hem dus langs weg. We blijven zitten. Zo. Maar kijk, zo spreekt hij gewoon minder. Ik heb mijn label nu terug. Dus dit kaartje wat we net hebben gemaakt, kan dus hierin. Toch een klein stukje verder open knippen aan deze kant. En dan pas deze erin. Zo. En die komt dan hier.
Die label mag er een beetje voor. En die gaan we dus ook met wax bewerken. Met, doen we ook weer met heel klein beetje koper. En ook die Golden Sunrise en de grafiet. Het is toch altijd net tover, hè, als je zomaar met dat wax bezig bent. Blijf het leuk vinden. Het wordt toch net een metaal plaatje. Het is heel goed te zien op camera. Oh ja? Fijn. Ik moet heel hard praten, anders horen ze me niet. De koper doe ik dus alleen maar hier en daar. Want het moet geen eenheidsworst worden, zeg ik dan altijd. En dit komt ook gewoon op sommige plekjes. Ook niet overal weer, dat ik echt die drie kleuren blijf zien. Even kijken. Ja, tevreden. En deze komt dus met twee breads vast. Dus ik lijm dit er niet op. Ik doe dit eerst even zo. Een prikmatje. En deze heb ik dus weer aan twee kanten vastgezet, zoals ik zeg. Vier kanten, dat is zo voorspelbaar, juist maar twee kantjes. Dat geeft weer dat grunge effect. En deze heb ik er dus ook niet recht op, maar een stukje ernaast. Zie je wel? Oh, ik kan wel, dus laatst. Oh. Dankjewel. Het gaatje is hier. En deze ook even wat groter maken. En daar hebben we twee andere. In de verpakking van deze bread zitten echt allerlei verschillende, motiefjes. En ook in, oh wat goed. En ook in verschillende tinten. Dit is dus een kopertint. Dit is een beetje, ja, hoe noem ik dat? Het is niet zilver. Donker zilver. Oud zilver. Oud zilver. En dit is een beetje oud koper, moet ik zeggen. Nee, dit is koper. Noem het brons. Koper, oud goud, ja, brons en oud zilver. Maar dit zijn gewoon echt hele leuke breads. Er zitten ook schroefjes en zo in. Dus die gebruik ik heel graag. Margreet zet straks in de nieuwsbrief. Of misschien komt de nieuwsbrief morgen. Alles staat al op de website. Oh, alles staat al op de website. Kijk. Dus daar kunnen jullie ook terugvinden wat ik gebruikt heb. En dan kun je gewoon aanklikken. En dan zit het in je winkelwagentje. Alleen die pootjes zitten soms niet helemaal netjes. Zo, en daar gaat mijn label weer in. Zo is die klaar, maar ik heb er alleen nu iets anders voor gemaakt. Hij komt nu hierop. Stoer, hè? Maar deze komt er niet op, want ik heb er al één op gedaan. En hier komt de Studio Light om de hoek kijken. Ik heb hiervoor een boekje gemaakt met een stans van Studio Light. Die heb ik dubbel gevouwen en eroverheen geplakt. Als ik zo meteen nog tijd heb, kan ik dat wel voordoen. Dit is een stans van een pocket, zeg maar, waar een label in kan. Laat ik ook zo zien hoe je hem op deze manier als een envelopje krijgt. En deze hebben jullie 14 dagen geleden zien. Dat is gewoon de envelop van Studio Light. En nou, het mapje? Het hele mapje? Ja? Hoe heb je dat gemaakt? Oh, dat is een goeie.
Het is wel handig als jullie dat weten, hè? Die is 19,5 centimeter hoog en 23 breed. Dus dat betekent dat ik gerild heb op 11 en op 12 centimeter. Dus dat ik een rug krijg op deze manier. Omdat ik er dus deze dingetjes in wou stoppen. Maar goed, dit moet ook wel een beetje bij de voorkant passen. Dus ik heb een pocket gemaakt. En ik heb er dus een iets kleiner stukje op gesneden. Is dat goed te zien zo? Even de vertraging afwachten. Ik denk het wel hoor. Ja. En dan heb ik dus ook die chicken wire heb ik weer gestand, zeg maar. Twee keer, omdat ik hem hier in twee heb geknipt. En de een deel hier en de ander deel daar. Deze stempel is van, die had ik net, oh, die is misschien al weg in ieder geval. Dat is die muur, zeg maar. Oh ja. Hout? Nee, deze. Oh, die. Kijk, die heeft gewoon wat het is een muur, maar hij heeft gewoon ook hele leuke vlakken. Dus ik heb daarvoor gekozen om dit dan hier met Vesamarkt, zeg maar, en deze muur uit de losse hand hier opgestempeld. Poeder eroverheen en gesmolten. Dus dat heb ik hier een beetje gedaan. Daar heb ik aan die twee kanten en een stukje niet en daar weer een stukje. En hier heb ik dus een langere strook geknipt, net zo breed, net zo hoog als mijn mapje. Dat was 19,5. En dit heb ik 4,5 gemaakt. En met een pons heb ik hier even een hapje uitgehaald. Toen ik die drie stukjes had, ben ik dus weer met mijn Vesamarkt langs de randjes gegaan. En daar heb ik dus ook weer mijn favoriete Rocky Road langs gedaan. En ik vond dat dit papier gewoon zo ontzettend mooi hierbij passen. Dit maakt toch een heel geheel. Dit is ook papier van Studio Light. Een van mijn favorieten. En die zit aan de andere kant dan deze. Ja, de achterkant van deze. Die ik dus vorige keer heel veel gebruikt heb. Maar ze kunnen dus ook leuk zo samen. Maar wil je niet met wax werken en wil je alleen met papier werken, dan kun je dus ook dikte van maken. Dus ik heb het precies hetzelfde gemaakt. Kijk maar, hier is het plaatje. Daar is dat stukje wat ik hier zo heb gedaan met wax. Ik heb gewoon een papiertje opgeplakt. Die cijfers dus weer uitgestampt, losgeknipt en er ook weer opgeplakt. En dan komt dat plaatje. Die heb ik dus ook niet met wax gedaan, maar met zwart en dit zand paste weer heel mooi bij dit papier. De randjes heb ik weer wel met embossing ingedaan, want dat gaf het toch weer, ja, ik vond het te vlak. Ik had het eerst niet, maar ik ben toch weer, heb ik het weer uitgehaald, die brads. En heb ik het toch de randjes gedaan met een distresser weer. Met deze dus. Dus langs de randjes gegaan, waardoor ik een ruwe rand kreeg. Daar ging lekker dat ruwe embossingpoeder op. En aan de binnenkant heb ik dus dezelfde envelopjes en mapjes. En in plaats van wat ik hier gedaan heb met een embossing, een stansmal en inkt, heb ik nu gewoon uit dat boekje van Just Lou, van dat stickerboekje, heb ik dus allemaal die stickertjes opgeplakt. Dit heb ik wel weer hetzelfde gedaan, maar daar is ook een stickertje opgeplakt. Hier nog even een tekstje die ik er wel bij vond passen. En bij de Just Lou lijn zit ook dat chipboard. Dat is wat dikker, zeg maar. Met teksten erop. Dat vond ik aan deze twee kantjes heel leuk. En hier heb ik ook weer een plaatje gedaan. En dat is een boekje. Dit boekje is ook heel leuk om op deze manier je wens in te schrijven. Hier het geld in te stoppen. En op die manier iemand geld cadeau te geven. Kijk, dit is de stans die ik dus gebruikt heb om dit boekje te decoreren. Dus ook daar heb ik weer stickert op gedaan. Toen op mijn kaartje geplakt en die dubbel gevouwen. En zo heb ik dus dit boekje gekregen. En bij deze heb ik dus weer een stickertje overheen geplakt. Dat was deze stans. Dat heet Stencil JL03. Kijk, ik gebruik dat echt heel graag, want ook deze, net zoals wat ik hier heb gedaan, dus de stans wat losgeknipt,
En bij de chicken wire heb ik dat ook gedaan. Dat doe ik hier dus ook wel eens mee. Als je dit dus uit zwart papier zou stansen. En je gaat dat helemaal met koza wax decoreren. En je knipt het dan los. Dan kun je dat natuurlijk ook in delen op een kaartje plakken. Dus dit vind ik gewoon een hele dankbare mal. Die ik heel erg graag ook gebruik. Naast de stansen van koza. Ik heb alleen de stans die naar mij vernoemd is, bij Anneke, heb ik niet gebruikt. Die komt een andere keer. Even kijken. En dit envelopje, dat wil ik ook nog even laten zien. Dat had ik op mijn blog wel laten zien. Maar niet iedereen kijkt natuurlijk op mijn blog. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dit is dus deze stans van Studio Light. Dat is dus eigenlijk een pocket met een label die erin gaat. Die pocket bestaat dus uit twee delen. Een grotere en een kleine deel. Dit voorste zit er ook gewoon los bij. Zometeen, of ik maak het nu even open, dan kun je zien dat dat een hele mooie vorm heeft. Kijk, dat is dus precies de vorm die mijn pocket ook heeft. En dit is stencil SL275. Dus die heb ik uitgestanst. Die ziet er dan zo uit. He, dus deze stans vouw je zo en zo. En dan dubbel. En dan is die zoals die eigenlijk bedoeld is. Maar ik heb er dus dit bij gedaan. Ik ben dit deel. Heb dus mijn liniaal wel aan de snijkant. Ongeveer iets onder dat eerste inhammetje, zeg maar. Op deze manier heb ik die dus recht weggesneden. Kijk, die is nu recht. En toen heb ik hem gevouwen. En die gaat dus zo dicht. En dan heb ik dus deze lijn aangehouden en heb ik met mijn liniaal hier nog even een rillijn gegeven. Daardoor vouwt hij gewoon netjes en gaat hij dus zo dicht. Oh, wat goed bedacht! En ik heb hier dus, voordat hij op een kaartje kwam, heb ik aan de achterkant dit touwtje, zeg maar, geplakt. Hem naar voren gehaald en bij deze heb ik dus een stickertje erop geplakt. Dat kan dus zo, maar je kunt hem ook dus met twee rondjes doen. Ik heb hem op het zwart van dat kleurtje gedaan en op dit kleurtje hem in zwart gedaan. Maar zo kan het dus ook. De label die erbij zit, dat is dus deze. Alleen doordat ik hem nu kort heb gemaakt, is die label veel te groot. Ben ik nog binnen de tijd? Ga maar door. Oh, nee dus. Nou ja, jullie begrijpen het wel. Dit gaat dan dus dicht en die draai je dus zo eromheen. En dat kaartje kan dus heel mooi in dit mapje. Dit wilde ik jullie dus vandaag laten zien. Ik hoop dat het niet al te moeilijk was, waardoor jullie zelf ook er lekker mee aan de gang kunnen gaan. Ja, die even weg. Dit even in beeld. Dit even in beeld, zo. Dit is het laatste slot. Dit was dus wat ik als mijn designteamwerk had gemaakt. En dit is wat ik er nu mee heb gedaan. Zoals je ziet heb ik hem precies dezelfde maat gemaakt, zodat hij hier op plakt. En dan wil ik even Margreet bedanken. Die laat mij echt helemaal vrij in wat ik doe. Dat is wel zo ontzettend fijn. Dat is dus vertrouwen hebben en denken, ik laat het natuurlijk wel van tevoren zien. Maar echt, ze laat me helemaal mijn eigen gang gaan. Dus voorlopig, want ik vind het leuk om te doen. En ik vind het superleuk dat je dat doet. En de mensen ook. En dan ga ik dus om de 14 dagen, kom ik dus weer terug hier en ga ik weer een live doen. Ik probeer een beetje variatie erin te brengen. De vorige keer was het scrappapier, nu is het een combinatie. En de volgende keer ga ik met de stress inkt en gebruik de theezakjes gebruik. Wacht even. Wacht even. O jee. Wat gaat er gebeuren? Oh. Nee. Zo. Want je bent nu toch... Oh, dit is niet zo leuk, hè? Maar niet heus. Wat? Ben je blij dat ze me niet zien? Nou, maar mensen vinden het leuk om je te zien. Oh. Nou, oké. Dus, vertel gewoon wat je nog... Voor... Nee, dit wilde ik vertellen. Ja. Ik jou wil bedanken voor je vertrouwen dat ik mag doen. Ik vind het superleuk dat je het doet. Mensen vinden het ook superleuk. Je hebt nog heel veel ideeën voor de komende lives. Ja. Dus de volgende, nou ja,
weken ben jij gewoon om dinsdag 12 uur, ja, om de 14 dagen, ja, hier. En laat je wat leuks zien. Ik blijf het dus doen. Nou, ik hoop zelf ook weer een keer live te kunnen. Ja, tussendoor. Tussendoor. Maar wanneer, ja, dat, ik kan het gewoon echt niet zeggen. Maar voorlopig hebben we elke 14 dagen jou in de COSA Live. Dus ik ben helemaal happy. Superleuk. Toch? Bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer. Allemaal bedankt voor het kijken. Geniet van het lekkere weer. En zeker, in ieder geval tot over 14 dagen. Dag. Ja.